Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sir Winston Casino, trainingskampen.nl, Freekick Sport, Sportconcepting, Bloemenhuis de Narcis, Domino's Pizza, Domburg Sportprijs in Holland, Van Lochem Nederland, Maxime B. en Asta Casino. Vanuit het Sir Winston Leisure Center, hartelijk welkom voor een nieuwe aflevering van Haaglander Voetbal Totaal. Het programma dat wekelijks aandacht schenkt aan het amateurvoetbal van hoog tot laag. En in deze aflevering veel jeugdvoetbal. Namelijk het eerste deel van het verslag dat we maakten van de finale dag van het Haaglander Voetbal Omroep West toernooi op Sportpark Bentwoud bij het gastvrije DSO. De weergoden waren ons helaas niet goed gezind. Het was koud op Hemelvaartsdag en regelmatig kwam er ook wat regen naar beneden. Dat nam de pret vooral bij de jeugd niet weg. Er werd volop gestreden voor de begeerde cup. In deze aflevering aandacht voor de finales bij de F, de E en de D-pupillen en de G-voetballers van Gona en MVV 27. In onze aflevering van vrijdag 6 juni komen dan de C-junioren en de vrouwen voorbij. En natuurlijk de grote finale tussen het zondagteam van Haaglandia Sir Winston en HMSH. De reportages van deze finale dag komen van Fred en Roy Wolters. En we gaan natuurlijk beginnen met de jongste categorie, de F-pupillen. En wat hebben ze genoten in die finale? Tegenover elkaar stonden RKV F1 en de F1 van Westlandia. Althans, het had de F1 van Westlandia moeten zijn. Maar de Naaldwijkers moesten met F2 aantreden omdat het eerste team een toernooi had elders in het land. Kijkt u naar een impressie. Oké, en dan nog eentje van wie is de beste? Doe mee.
Lars. En werk op! Ja, kom maar, kom maar. Nu moet die voor jou. Nu moet die voor jou zijn. Ja, klasse, nog een keer. Goed. Dat is werk. Ik heb naar de ouders gaan kijken, naar de begeleiding. En als we dat iedere week hadden, mensen, dan zag de voetbalwereld er een stuk beter uit. Kom een applaus voor u. Want de F1 schijnt vandaag een hele grote activiteit te hebben van de landen, ja. En zij zijn met de F2. Zullen we daar ook even voor klappen voor deze mannetjes? Klappen voor de nummer 2 in de zon, ja. En ik wil een heel hard gedaan voor. En na de F-pupillen natuurlijk aandacht voor de eetjes. En dat was een echte Westlandse derby. Tegenover elkaar stonden namelijk de E1 van Velo en van Westlandia. Velo won nipt met 1-0. Kijkt u naar een impressie en ook een gesprekje dat René Makkaar had met de trainer van Velo E1, Dennis de Groot. Oh. Top jongens. Nummer 1. Daar heeft een ploeg uit dit doel
stoel gezegd in de competitie. Deze spelers. Weet u toch nog wel? U weet het al. Deze spelers komen van een andere planeet. We hebben een planeet ontdekt. Applaus voor de nummer 1, Veo! Daar gaat hij! Ja, hou hem op! Ja, bij de E hadden we ons geen betere finale kunnen wensen. Die tussen Velo en Westlandia. 1-0 winst. Maar dat ging niet gemakkelijk. Nee, dat ging zeker niet gemakkelijk. Het was heel veel spanning. De jongens hadden heel veel spanning vanaf het begin al. En dat zag je wel. Heel veel rotsklotsvoetbal, ballen die niet aankwamen. Maar uiteindelijk heel veel strijd, heel veel belevingen. En daardoor winnen we de beker. Fantastisch voor de jongens. Nou, wat ook fantastisch is natuurlijk, dat zo'n team, dat is wel een team van de toekomst een beetje, heb ik begrepen. Want daar loopt wel wat talent tussen. Ja, er loopt zeker wat talent tussen. Er gaat één jongen naar ADO toe. Dat is wel een bekroning op zijn voetbalseizoen. Ja, en ik hoop dat de jongens die bij ons naar de D gaan, de D1 gaan komen en anders over 2 jaar de D1 gaan halen. En daar doen we het voor binnen de club. Ik maakte een grapje tijdens de prijsuitreiking, maar het is wel gezegd natuurlijk. Dit team komt van een andere planeet, werd er bij Ter Leden gezegd. Ja, dat was tegen Ter Leden, was een oefenwedstrijd in de winterstop. Ja, de krachtverschil was wel enorm groot. Ja, toen werden we door Ter Leden genoemd als het team van een ander planeet, jongens van een ander planeet. Nou ja, dat is mooi voor de jongens, het is een compliment zeker. Ja, dat... Hun reden voor ons team, ja. Als je zo'n team nou neemt, augustus en bijvoorbeeld nu de laatste periode, zie je dan een enorm verschil? Ja, enorm verschil. Sommige jongens die kwamen vanuit E3 of E2, hebben een moeilijk jaar gehad. En dan zie je echt jongens stappen gaan maken. De aannames gaan beter, de paas gaat beter. Ja, dan zie je aan het einde van het seizoen, dan gaan ze elkaar gunnen, dan wordt het echt een team. Zo echt, die jongens, de laatste weken, die jongens zijn echt een team geworden. Ja, dat ruikt er vanaf. En dat is genieten. Heb je dan genoeg tegenstand gehad? Zou je met dit team bij wijze van zelfs in de D mee gekund hebben? Nee, ik denk niet in de D. Maar ik af en toe denk er wel eens na van ja, waarom zijn we geen 9 tegen 9 gaan doen. Maar ja, we hebben de keuze zo gemaakt. En misschien moeten we achteraf ook wel blij zijn van we hebben deze keuze zo gemaakt. We hebben deze 9 jongens bij elkaar. Het is een fantastische groep. Ja, die jongens hebben echt stappen gemaakt. Dus ja, ik kijk eigenlijk terug van ja, we hebben goed voor gekozen om het 7 tegen 7 gaan doen. Ja, ze hebben gewoon een fantastisch jaar geweest. Morgen nog een mooi toernooi. Dus, En het nieuwe seizoen? Is dat, blijven die jongens in de E? Nee, allemaal gaan ze naar de D. En we krijgen hele nieuwe jongens weer bij de E1. En dan gaan we 9 tegen 9 gaan we het wel doen. Dus, weer dan, een nieuwe uitdaging. En is het dan zo dat je al oefent op een heel veld verder? Ja, ze oefenen elke zondag. Of bijna elke zondag als het eerst thuis speelt. Doen ze voorwedstrijden. Dus dat hebben ze 8-9 keer gedaan dit jaar. Dus daar zijn ze een stap in gaan maken. Dus, Velo mag trots zijn op zijn jeugdopleiding, denk ik, hè? Ja, de laatste paar jaar zijn we echt fantastische stappen gaan maken. Ik kom zelf ook uit de jeugd, ben zelf nog steeds speler. Ja, als je die groei meemaakt, ja, dat is fantastisch. En dan moeten we ook doorzetten en dan continueren. En dan gaan we nog hele mooie dingen meemaken binnen de club. Ik zie Dennis de Groot genieten hiervan. Ja, echt. Dankjewel, veel succes. En na de E-pupillen gaan we weer een stapje hoger. Dan hebben we het natuurlijk over de D-pupillen. Tegenover elkaar stonden twee clubs die allebei beschikken over een uitstekende jeugdopleiding. Dan heb ik het over het Haagse Kwik en gastheer DSO uit Zoetermeer. Het werd een hele spannende finale. Kwik won, nipt met 2 tegen 1. Aandacht voor de pupillen van Kwik en DSO.
Ja, dit zijn twee topverenigingen. Dit zijn twee topteams. Met goede begeleiding. Met een goede jeugdafdeling. Hier mag de regio Haaglanden heel, heel dankbaar voor zijn. En daar wil ik een groot applaus voor geven. Van. Op de tweede plaats, de ene beste in de regio Haaglanden, is geëindigd. De club was er meer zo trots op is. Nee, zo oké! Krijg een medaille. En misschien komt er zaterdag weer eentje bij. Toch? Nou, laat je even horen. Tweede prijs, DSOD! Winnaar van de Haaglanden Omroep West Voetbalcup, ik blijf jou maar een tijdje, is geworden de voetbalvereniging Kwik. De laatste groep die in deze aflevering voorbij komt is het G-voetbal. Een fantastische groep. En ook nu hebben ze weer volop genoten in die finale. Tegenover elkaar stonden twee oude bekenden. G1 van Gona tegen het G1-team van MVV 27 uit Maasland. Gona won, nipt met 1-0 en pakte dus de wisselcup. Het was bovendien de laatste keer dat Gona onder die naam met het G-team deel kon nemen. Want Gona, u weet het, gaat een fusie aan met Wateringse Veld. En het G-voetbal gaat volgend seizoen over naar Hercules. Kijkt u naar fantastische G1-teams van Gona en MV 27. En in elkaar sprak ook nog even met Gijs van Wijk. De man die het G-voetbal bij Gona groot maakte. Oké, okay, nog even voor de show. Die het geen gebouw op de kaart heeft gezet. En als jullie bij elkaar komen,
nemen wij vandaag officieel afscheid van Gona. Niet van het gevoetbal, niet van jullie. Jullie gaan naar Hercules. Maar Gona heeft wel heel veel voor jullie betekend. En daar hoort een herinnering bij, toch? Wij hebben onder elkaar centjes opgehaald. En we gaan nu iets doen wat helemaal niet mag bijna. Maar we gaan gewoon een extra prijs geven. En dat je gaat doen, Gijs. Ter herinnering aan het geven van de Gona. Delen met de spelers. Ze zijn de één na beste van de regio Haaglanden. Jongens, ga uit je dak voor MVV's die hier vliegen. Is het allemaal, hè? Hé? Moet je eraan. Je weet, dat is blijf. Ja, dank je. Hé. Moet je eraan, hè? Wat is dit? Ah, joh. Twee is het mooi. Ja, dan ben je vergeten, joh. De finale dag, het G-voetbal, de wedstrijd tussen Gona en MVV 27 is achter de rug. 1-0 voor Gona. Een mooie afsluiting van de G-voetballers. Bij Gona kunnen we ons niet wensen, Gijs. Ja, ik denk zeker. Dit is, we zijn 26 jaar doen we G-voetbal bij Gona. En dit is de finale en die winnen we nog. En ja, helaas, het laatste jaar dat we bij Gona zitten, we gaan bij Hercules voetballen aan de overkant. Dat is kunstgras. En wij wilden niet met Gona mee naar Wateringse Veld. Want we willen stabiliteit, rust en alles moet veilig zijn. Veilige situatie. Vandaar dus dat we naar Hercules gaan. Wanneer is het G-voetbal gestart bij Gona? 26 jaar geleden. En wij doen het in samenwerking met de Stichting Sportbelang SGK. En zo doen we dat met z'n tweeën, Gona en SGK. Afscheid van Gona. Natuurlijk weer een start bij Hercules. Vind je het aan de ene kant jammer? Ja, ik vind het heel erg jammer. Onze roots zitten bij Gona. Supporters bij Gona. Ik ben sportleraar. We doen heel veel projecten in Den Haag bij Gona. We doen veel met Mondriaan, Sport en Bewegen bij Gona. En dat gaat helaas gaat over. En we gaan naar Hercules. Blijft wel allemaal hetzelfde hoor. Als je nu het G-voetbal bekijkt en inderdaad 26 jaar geleden... Neemt het aantal dan toe? Het stabiliseert. Er is ook autistenvoetbal. Dus er komt toch een beetje autistenvoetbal en G-voetbal. Maar het blijft een beetje stabiel. Bij Gona hebben we 4 elftallen. We gaan 3 in de competitie. En we zijn een vrij grote vereniging met rond de 40 voetballers en voetbalsters. Want jij begeleidt niet die andere clubs verder met G, hè? Heb je geen bemoeienis mee of wel? Ik heb het wel gedaan. Bij SEF, bij DWO. Ik ben consulent geweest. En clubs opgezet. En nu hebben we alleen nog mijn Gona en mijn werk natuurlijk. Wat zou je tot de clubs willen zeggen die je aan willen beginnen? Want je doet het niet zomaar, denk ik, hè? Nou, wees wijs wat je gaat doen. Zet een stabiel iets neer. Met rust, veiligheid, duidelijkheid. Spontane vrijwilligers erbij. En heb plezier. Het is echt een uithangbord voor je vereniging. En ik denk dat het echt waar is. Je uithangbord voor de vereniging. Aan jou het slotwoord eigenlijk. Jij mag nu wat al die mensen die van Gona wellicht nu zitten te kijken. Ja, nog wat zeggen of een bedankje. Nou, ik wil Gona bedanken voor de 26 jaar waar we echt alles hebben kunnen doen. In het onderwijs, met het G-voetbal. En Bram van der Lem, dat is een boegbeeld voor mij. Die altijd als voorzitter is geweest. En nu helaas ermee gaat ophouden. Maar ik heb daar heel veel doe ik mijn petje voor af. En wij danken Gijs van Wijk voor zijn enorme passie voor het G-voetbal. Dankjewel. Niks te danken. Tot zover de G1-voetballers van zowel Gona als MVV 27. En al die spelers kregen een fraaie sporttas uitgereikt, beschikbaar gesteld door Freekick Sport. Komende vrijdag zijn we er weer met de laatste aflevering van Haaglanden Voetbal Totaal. Wederom over die fijne dag bij DSO. En dan komen voorbij de C1, het vrouwenvoetbal en natuurlijk de grote finale om de Sir Winston Cup tussen Haaglandia Zondag en HMSA. Graag tot de volgende keer. Dank voor uw aandacht. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sir Winston Casino.
trainingskampen.nl, Freekick Sport, Sportconcepting, Bloemenhuis de Narcis, Domino's Pizza, Domburg Sportprijs in Holland, Van Lochem Nederland, Maxime B. en Asta Casino.